dit is wakker worden met Aard. En ik wil meteen eventjes iets bij jullie kwijt. Want je weet dat ik af en toe droom. Nou, maar vannacht had ik echt een regelrechte nachtmerrie. Dat was echt verschrikkelijk. Ik zal het een beetje proberen uit te leggen. De situatie was ongeveer waarin we nu zitten, zeg maar, wereldwijd. Het was ongeveer dezelfde situatie. Maar het speelde zich allemaal af in een kroeg. Ik had blijkbaar zin om een avondje naar de kroeg te gaan. Dat doe ik wel vaker. Maar ja, ik had meteen kunnen zien dat dat was een voorteken dat het verkeerd zou aflopen. Want die kroeg had een hele rare naam. Die kroeg had de naam Het Rariteitenkabinet. Maar goed, ik ging die kroeg binnen. Ik ging zitten aan de bar. Ik bestelde een pilsje. Ik keek eens zo'n beetje om me heen wie er allemaal waren. En ja, dat waren allemaal bekenden. En die ik dan vaag kende in die droom. Maar dat waren ja, allemaal min of meer bekenden. En het was ook heel gek. Ik was heel populair die avond. Er waren allerlei mensen die contact met me wilden hebben en naar me toe kwamen. Dus dat ken ik uit het normale leven helemaal niet. Maar er waren heel veel mensen die spontaan naar me toe kwamen. Maar het was intragisch. Maar het was de hele avond het verkeerde soort. Nou, bijvoorbeeld te oud. Veel, veel, veel te oud. Bijvoorbeeld plaag. Plaag, die was daar ook. En die kwam naar me toe. En die begon tegen me te praten. Die begon me echt een beetje te versieren. Zo. Maar goed, ze begon mij een beetje te versieren. En ja, ze begon tegen me te praten met die hete aardappel in de keel. En ze is wel bespraakt. Dus ze praten en ze praten. En ja, in de eerste instantie leek het nog wel geanimeerd, zeg maar. Hè? Ik weet niet eens meer wat ze zei, maar dat heb ik wel vaker bij haar. Maar in de eerste instantie leek het wel geanimeerd. En het leek ook wel een soort van gedistanceerd, maar dat kwam waarschijnlijk door die hete aardappel in de keel. Maar ik had meteen door, het is een opdringerig type. Ja, want ze was tegen me aan het praten en het leek dan heel geanimeerd, maar ik had wel binnen 5 minuten haar warme hand in mijn kruis. En ik denk, hoe ga ik dit stoppen? Ik moest iets verzinnen om het zo goed mogelijk te stoppen. Maar ik wilde niet onaardig zijn. Dus ik denk, ik moet het op een andere manier proberen. Dus ik zei, oma, niet zo opgewonden. Dat kan gevaarlijk wezen. En bovendien, dadelijk valt je gebit in mijn pils. Nou, dat was echt. Ze liep meteen weg. Ik was er meteen vanaf. Dus ik zat daar nog een beetje bij te komen van die ervaring, dat plaag mij probeerde te versieren. Toen, Jokkie Brokkie Bloemschoen, de Jokkie Brokkie Bloemschoen, die kwam gewoon op me af en die wilde blijkbaar ook contact maken. Maar nou, dat deed hij echt met een hele bijzondere openingszin. Die wilde een beetje tegen me aanlullen blijkbaar, maar dat deed hij, wat zei hij nou precies, de openingszin? Hij zegt, goedenavond, ik ben de slet van het rariteitenkabinet. Ik zeg, ja, ik zeg, dat weet ik toch al lang. Ik denk, ik ga maar even naar hem luisteren. Want ja, ik kon hem toch moeilijk meteen wegduwen, zeg maar. Hè. Dus ja, hij begon tegen me te praten, maar ja, er kwam geen zinnig woord uit. Hè, op een gegeven moment haalde hij allemaal foto's tevoorschijn. Dus ik moest fotootjes kijken, goede gesprekken waar ik niet om gevraagd had. En dat ging maar door. Dus op een gegeven moment zeg ik, ik heb sterk de indruk dat hier een amateur bezig is om zijn beste beentje voor te zetten. En daar zit nog een hele lelijke schoen aan ook. Ik zeg, sorry jongen. Ik zeg, ik speel toevallig hoofdklasse. Rot op! Nou, wonder boven wonder. Die droop ook af. Dus ik had zeg maar de tweede aanval had ik overleefd. Maar ja, ik zat daar inmiddels wel een beetje op mijn hoed en een beetje om me heen te kijken. En jij gelooft of niet, maar Jokkie Brokkie Lachbek, die zat daar ook. En die keek mijn kant op en die keek met een soort van bewondering. Want ja, die had natuurlijk gezien hoe ik had afgerekend met Jokkie Brokkie Bloemschoen. En hij is zelf ook heel goed in het laten verdwijnen van mensen. Dus die keek een beetje bewonderenswaardig mijn kant op. En ik denk, oh nee, ik denk als die maar niet mijn kant op komt. Maar nou, toen zat er iemand naast me. En die zei tegen mij, die zag dat een beetje. En die zegt, wees niet bang hoor. Hij zegt, want die komt niet op jou af.
Ik zeg, ja, maar ik zeg, hoe weet je dat zo zeker? Want iedereen kijkt naar mij en ze willen allemaal op me afkomen. Hij zegt, nee. Hij zegt, die komt zeker niet op je af. Ik zeg, hoe weet je dat zo zeker? Hij zegt, nou, hij zegt, ik ken hem. Hij zegt, en jij bent zijn type niet. Ik zeg, dat kun je toch niet zeker weten? Jawel, zegt hij, want weet je, als ik jou een beetje zo zie, zei hij tegen mij, je zou minstens 50 jaar jonger moeten zijn. Minstens, zei hij. Nou, aan de ene kant was een oplossing, ja, ik wist dat helemaal niet. Dat vertelde die naast mij. Die zei ook, hij zegt, ja, er zitten wel meer van die vieze rikken hier. Zegt hij, daar hoef je allemaal niet bang voor te zijn. Die komen niet op je af. Je bent veel te oud. Je moet minstens 50 jaar jonger zijn. Dus ja, ik zat daar een beetje zo bij te komen en een beetje, ik bestelde nog een pilsje en ik begon een klein beetje te relaxen. En toen, ja, toen kwam Kabouter Gompiedompie op me af. Weet je wat? Een beetje de Kabouter Gompiedompie kwam op me af. En die begon het meteen te hebben over zijn bedjes. Maar nou, dit vond ik echt smerig. Toen dacht ik, want die zei tegen mij van, jij mag alleen in mijn bedje als je je laat prikken. En ik denk, ik wil helemaal niet in jouw bedje. Rot op, dacht ik. Hè. Maar ja, toch ook wel een beetje nieuwsgierig. Maar hij zei dus, jij mag alleen in mijn bedje als je je laat prikken. Als je je niet laat prikken, mag je niet in mijn bedje. En ik denk, ja, hij had niet zo heel veel meer tekst. Hij bleef dat maar steeds herhalen. Nou, op een gegeven moment zei hij tegen mij, wanneer laat jij je prikken? Dus ik zei meteen terug, wanneer pleeg jij euthanasie? Nou, en dat bleek ook weer afdoende te zijn, want hij droop ook wel meteen af. Maar ja, je snapt het, ik zat niet meer op mijn gemak in het rariteitenkabinet en al die types die op me afkwamen. Ik denk, ik moet hier weg en ik wil opstaan. En op het moment dat ik opsta, ja, kijk ik iemand aan. En nou, dat was echt, dat was ongelooflijk. Binnen al die rare types die er zaten, ik voelde een golf door me heen gaan en ik werd op slag verliefd. Ken je dat? Dat je gewoon liefde op het eerste gezicht, dat je denkt, dit is fantastisch, dit wordt fantastisch. Dus ja, ik stond een beetje als aan de grond genageld, maar dat ken je misschien ook wel, als je iemand dan heel erg leuk vindt, dat je er niet meteen op afstapt en dat je denkt, nou, hè, een beetje, maar ja, ik stond daar een beetje zo te twijfelen. Maar ja, we hadden wel de hele tijd oogcontact. En we zaten echt te lonken naar elkaar, dat zag ik wel. We zaten echt te lonken naar elkaar. En maar ja, ik wist niet hoe ik het aan moest pakken. En ja, die hele sfeer in het rariteitenkabinet. Ik denk, ja, ik ga toch maar. Dus ik liep een beetje zo richting de uitgang. Maar toen kwam die persoon, die kwam achter me aan. En ja, was heel spannend natuurlijk, want ik zeg, ja, ik zag meteen, hè, liefde op het eerste gezicht. Dit wordt het, dacht ik, maar ja, wat moet je zeggen? Hè, dus ik stond eigenlijk op het punt omdat ik dacht van, ja, ik weet het niet. Ik voelde me verlegen, ik wist geen goede openingszin, ik wilde geen flater slaan. Ik denk, ik ga toch maar weg. Maar toen werd ik tegengehouden en toen werd er gewoon gevraagd van, your place or mine? En het was heel, heel onverwacht. Your place. Het was net of van het ene op het andere moment alles veranderde. Your place or mine. En ik denk, ja, nu moet ik toch wat terugzeggen. En ja, het is een hele stomme, het is een heel stom antwoord, het is een hele stomme opening. Maar ja, ik zei eigenlijk, mag ik weten hoe je heet? Want ja, ik denk, dat is toch wel netjes om je even voor te stellen. Mag ik weten hoe je heet? En toen werd er gezegd, ik ben de toekomst. En toen voelde ik meteen, ja, dit is mooi en dit wordt een mooie toekomst. Dit wordt een mooiere toekomst dan ik me ooit kan bedenken. En weet je, de les uit deze nachtmerrie, die uiteindelijk dan toch nog zo hoopvol en zo mooi eindigt. De les is echt van, als je nou ervan overtuigd bent dat er een prachtige toekomst voor je is, onderneem dan stappen. Ga er naartoe en ga niet zitten afwachten. Want op het moment dat je afwacht, komt het hele rare tijdenkabinet, die komt naar je toe met allemaal vreemde voorstellen, met allemaal vreemde verhalen, met allemaal leugens. Als jij de toekomst ziet en je bent op slag verliefd en je weet dit is het, neem alsjeblieft stappen richting de toekomst. Heel veel succes, dankjewel voor het kijken en heel graag tot de volgende Wakker Worden met Aard.